Welkom, Kostiaan. We gaan met jou beginnen vanavond. Dus ja, dat wist je misschien wel. Ja, terug naar 6 februari. 'S morgens om 7:30 werd je wakker gepiept. Je lag nog in bed, volgens mij. Ja. En 's avonds stond je in Turkije. Had je dat verwacht? Nee, totaal niet. Nee, er gebeurt ook vaker dat je opgeroepen wordt of een vooralarm krijgt. En nu zag het er inderdaad wel serieus uit. Ja. Maar dat ik diezelfde avond nog in Turkije zou staan, dat ging wel heel snel. Nee. Dus gelukkig. Hoe gaat het dan? Je piepen gaat? Of heb je je krijgt een soort vooralarm. Misschien gaan we inzetten. En dan heb je een van de USAR. Ja. Ja. En die heeft dan een groepsapp onderling. Gaan we wel, gaan we niet? En dan vraagt de wie is er beschikbaar. Dus dan heb ik even met mijn vrouw overlegd, want ik zat midden in een verhuizing. Ik zeg, joh, wat gaan we doen? Want de laatste keer was voor mij in Nepal, was 2015. Ja. Dus ik zeg, ja, wat gaan we doen? Toen zei we, ja, we hoeven niet zo heel veel meer te doen. Dus, je was aardig al ingepakt. We waren eigenlijk al aardig klaar. En die week had ik al gezegd, ja, ik ben een week vrij. Maar ik moet de laatste puntje op die zetten. Dus toen hebben we afgesproken van, stel je maar beschikbaar. Misschien gaat het nog niet door. En dan zien we het wel. Ja. En 2 uur later moest ik mijn spullen pakken en gingen we naar Zoetermeer toe om te gaan vliegen. En Zoetermeer dan? Zoetermeer, dat is een verzamelcentrum. Dan gaan we een medische check. Krijg je een coronatest bijvoorbeeld nog. En die wordt even alles onderzocht. Al spullen worden gepakt en nagekeken. En dan gaan we naar Eindhoven. En daar ga je weer inchecken. En dan ga je met een militair toestel richting Turkije. Ja. Maar wat als je vrouw nog nee had gezegd? Ja, dan... je weet, dat gaat dan had vooral niet thuis. Want uiteindelijk, wie heeft dan de C? Nee, ik denk dat het dan toch wel een uitdaging werd. Ja. Diplomatiek gesproken, Ja. Maar krijg je dan ook een voorbereiding op wat je gaat aantreffen? Of hoe gaat dat? We oefenen met het USAR 4 keer per jaar. Ja. In een soort teamverband. Want je hebt natuurlijk je dagelijkse werk wat je doet. Maar omdat USAR is natuurlijk wel een samenvoeging van multidisciplinaire partners. Politie, brandweer, defensie en ambulancedienst. Dus daar oefen je 4 keer per jaar mee. Maar op een ramp die we nu tegenkwamen, dat moeten we met z'n allen eerlijk in zijn dat we dat eigenlijk nog nooit hadden meegemaakt. Volgens het boekje is het ook wel gegaan. Dat we alle medewerking kregen vanuit alle overheden om daar ons werk te gaan doen. Ja, want wat trof je aan? We hebben natuurlijk de beelden wel voor ons. Ja, maar, ja. Ja, nou, wij werden eigenlijk toen we aankwamen op het vliegveld Adana. Dat zat nog 6 uur rijden eigenlijk van het rampgebied vandaan. Toen werd al heel snel duidelijk dat wij naar het gebied Hatay moesten. En dat was een stuk verder van het epicentrum vandaan. Dus eigenlijk hadden we de meeste mensen iets van... dan gaan we niet naar het epicentrum toe. Dan gaan we waarschijnlijk naar een gebied waar wat minder is. En de Turkse overheid had ook gezegd, daar is eigenlijk nog niemand geweest. We weten niet goed hoe de situatie daar is. Maar ga alsjeblieft die kant op. En toen zijn er bussen geregeld en de spullen. En je ziet ook op de foto, alles moest ingepakt worden, ingeladen. En toen moesten we nog 6 uur gaan rijden. Naarmate dan we steeds verder de stad inkwamen, des te meer ambulances, vrachtwagens met kranen, brandweer, alles reed daar met sirenes inhalend. Dat we dachten, als ze nu nog steeds met sirenes rijden en ambulances constant dezelfde kant op gaan, dan zal er nogal wat aan de hand zijn. En dat was zo. En dat was ook inderdaad. Ja. Maar je komt in een chaos terecht. Enorm. Ja, je traint natuurlijk ook in Nederland. Als er voor een terroristische aanslag... of je traint ook met het USAR in samenwerkingsverband. Maar het is natuurlijk nooit zoals het in het echt is. Nee. En eigenlijk ook dat we kwamen aan op een basiskamp. De Zwitsers waren er al. En dan we zijn met 4 reddingseenheden. En 2 gingen het basiskamp opbouwen. En de andere 2, of eigenlijk anderhalf, gingen het veld in. Waarbij dus de helft van dan toevallig mijn team... ik moest dan op het kamp blijven om op te bouwen. En de andere helft ging het veld in om eigenlijk soort te triëren. Dus te zeggen van daar ligt iemand, daar ligt iemand, daar liggen mensen. En het andere team wat dan volledig ging, dat gaat dan vast werkzaamheden uitvoeren. En die waren denk ik net een uur weg. En toen riepen ze al, overal waar we nu lopen... horen we mensen onder puin? Zijn ze bezig? Zijn ze aan het werk? Ja. Dus toen hadden wij ook zoiets van, er is daar echt wel een hoop werk. Ja. Uiteindelijk waren we daar om 3:30 middags aangekomen. En om 9:00 stond het volledige tentenkamp. Toen hadden we zelf als ons halve team gedacht, wij gaan nu waarschijnlijk slapen. Want we hadden eigenlijk vanaf dat we gealarmeerd waren, ben je bijna 48 uur verder niet goed goede nachtrust gehad. We gaan nu waarschijnlijk slapen en dan gaan we verder. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. Wij werden toegevoegd aan het team wat er al was. En wij gingen de nacht ook nog door. Zo. Dat kon gewoon met lichten. Alles is natuurlijk uit. Dus je kwam ook in een stad aan waarbij... waar donker is. Ja, en een beetje mysterieus natuurlijk. Overal staan wat lampen, mensen hebben vuurtjes aan het stoken. Je hoort inderdaad wel overal mensen roepen, zijn aan het werk. Dat je denkt, waar komen we in terecht? Ja.
En dan zijn we uiteindelijk herenigd met ons eigen team. Die zeggen, joh, daar overal liggen hier mensen. We denken dat we deze het snelste kunnen redden. Het was dan een jongen en een meisje. We dachten een 70-jarige en een 80-jarige. Maar het bleek dus een 28-jarige en een 17-jarige te zijn. Yeah. Die lagen onder de trap. En er was eigenlijk maar alleen maar één trap. Dus we dachten, die hebben we er zo uit. En dat hebben we uiteindelijk 4 uur geduurd. So, en dat noemden we dan een snelle redding. Yeah. Zo, ja. Dus ja, want jullie waren een team van 65 mensen. Ja. Jullie hebben uiteindelijk 12 mensen kunnen redden. Ja. Bij hoeveel ben je dan echt betrokken geweest, zeg maar? Of was je bij? Zelf. Ja. Het grappige was, als ik naar mijn eigen persoonlijke verhaal kijk, dat ik dus die eerste redding waar ik het over had, die hadden we dus bijna. Ik was daar bijna heel dichtbij. En toen werden we overgenomen door een ander team. Want we waren toen al zo lang bedden. De bedoeling is dat je constant bezig gaat. En wij waren toen net een kwartier op het basiskamp. En toen zeiden ze, oh, we hebben ze eruit gehaald. Nou, super. Maar dan denk je toch bij jezelf, ja, ik heb 4 uur staan te hakken. Maar prima, dat is helemaal goed. De dag daarna hebben wij hun overgenomen. Toen konden wij een paar uur rusten, hebben wij hun overgenomen. Yeah. En er blijft ook altijd iemand bij de vrachtwagen staan. En op dat moment, je werkt in tweetallen. En op een gegeven moment zei ik van, nou, ik ga wel even bij die vrachtwagen staan. Dan gaan we de volgende weg. En opeens kwam de redplank, onze redplank kwam voorbij. Dat ik dacht, hey, dat is onze redplank. En dan lag dus die mevrouw op die we gered hadden. Yeah. Toen dacht ik, oh, daar gaat mijn redplank. Yeah. Dus dan ben je er wel bij, maar je bent er niet bij. Nee, sta je er net nog niet. Ja. Maar degene die we gered hebben zelf, dat waren dan 3 vanuit ons team. Ja. Ja. Is dit voor jou herkenbaar, Rina Molenaar, directeur van Wat en Daad? Ik luister vol bewondering. Ja. Nee, ja, dit is natuurlijk iets wat wij niet kennen. Tuurlijk, wij zijn wel na aardbevingen actief. Ik denk even aan de aardbevingen in Haiti, waar we dit soort verhalen wel gehoord hebben. Maar wij zijn niet meteen de eerste dag alleen onze lokale partners. Wij werken altijd met lokale partners, dus die doen wat ze kunnen. Maar wat jij hier vertelt, dat is voor mij ook nieuw. Ja. Zou je kunnen zeggen dat als hij weggaat, dat jullie komen? Of? Nou, wij komen niet. Wij gaan als Woord en Daad niet vanuit Nederland met een team. Hè. Wij werken met lokale partners. Oh, ja. Dus onze lokale partners die zijn er gelukkig al. En die doen gewoon zelf al heel veel. Ja. Daar werken jullie waarschijnlijk ook mee samen met lokale NGO's. Zeker. Ja, dat is hartstikke fijn ook. Want die heb je echt nodig. Ja, die kennen het land natuurlijk goed. Ja. Dus, cultuur. Ja. In het artikel in Ter Degen beschreef je ook dat jullie in een christelijke wijk kwamen. Gaf dat een extra dimensie aan je werk? Ja, dat duurde wel even dat we dat door hadden. Want je wordt natuurlijk de eerste dagen word je gewoon in het centrum neergezet. En dan werd uiteindelijk, Nederland heeft dat gestructureerd. Dus die heeft echt een soort hakken in vakken, noemen we dat. Die pakt gewoon de kaart en die deel je in vakken. En ons team kwam toevallig in een wijk terecht. Waarbij we op een gegeven moment liep ik de heuvel op en toen zei er iemand, God bless you. En toen dacht ik, dat is gek in een islamitisch land. Mm. Maar oké. En een paar uur later zaten we weer bij die vrachtwagen. En dan kwam er dus een pastoor langs. En die vertelde, ik doe hier christelijk werk. En nou ja, dan ga je daarover praten. En dan denk je van, hey, dat is wel bijzonder dat we hier nu lopen. Ja. Waarbij dus een dag later ook gewoon de collega's zeggen, hey, deze wijk is wel anders dan de andere wijken waar we ook in gelopen hebben. Deze mensen zijn veel rustiger en die denken mee. En die, ze geven eten, drinken. Op een andere manier. Ja. En we hebben het net ook al over gehad. Ze weten niet goed wat dat is, maar het straalde ze toch een stukje rust en berustheid uit. Ja. Dus dat was heel mooi. Ja. Want ook voor jezelf, hoe houd jij jezelf staande in zo'n 10 dagen? Dat lijkt me gewoon een enorme... Emotie, rollercoaster, ja. Nou, je hebt elkaar, hè. Dus je moet ook zien dat bij iedere redding waar je bent, je loopt 100 meter, maar in die 100 meter praat je met elkaar. Ja. En zeg je ook, joh, heb je dat gezien, heb je dit gezien? En je praat het zo ook van je af. Het is echt van je af praten. Ja. En dat is heel belangrijk. En dat maar je bent in een gebied waar duizenden mensen onder het puin overleden liggen. Ja. Wat je ook weet. Ja. En je redt er 10, 12, 15. Ja. Wat doet dat met je? Ja, het meest erg is nog dat je mensen moet laten liggen. Ja. Dat je komt en je hebt een gesprek met iemand. Persoonlijk, je loopt door zo'n straat en de mensen komen allemaal naar je toe. Oh, ik heb dat geluid. En dan vraag je, joh, hoe lang is dat geleden dan? En dan kijken ze op de loge en zeggen ze, oh, ja, dat is al 6 uur geleden. Ja, dan wordt het al lastiger. Maar stel je voor dat we dan zeggen, nou, dat is een paar uur geleden, gaan de honden eroverheen. Mm-hmm. Die gaan snuffelen, ruiken. En als die dan niks ruiken, dan gaan we door. Maar deze meneer, die kwam naar ons toe en die zei, ja, ik heb nu contact met iemand. Nou, dan ga ik samen met de collega's naar hem toe gelopen. We keken daar, het gebouw stond zo scheef. Die man die roept dat in Turks en je hoort inderdaad de stemmen terugpraten. Ja. En dan uitgevraagd, waar zit je daar? Hij zegt, nou, ik voel een badkuip, ik zit in de badkamer. En de mensen eromheen zeggen, ja, dat is op de derde verdieping.
Oké, waar staan wij nu dan? Je staat nu op de 5e verdieping. Hoe gaan we dat dan doen? Dan kijk je naar boven, het gebouw staat nog scheef. Er hangt een groot kozijn te bungelen nog door de wind. Dat je denkt, ja, dit is eigenlijk wel de plek waar ik in wil. Dus je gaat andere plekken zoeken, je gaat met elkaar overleggen. En uiteindelijk kom je erachter dat je daar gewoon niet bij kan komen. Dat zou kunnen als je een kraan hebt, als je dan 6 uur uittrekt om te gaan beginnen met een tunnel te gaan graven. Zwaar materieel. Ja, en dan denk je, dat gaat niet lukken in de tijd die wij hebben. En in de tijd die die man heeft. Want hoe lang ligt die man er aan? Hoeveel tijd heeft die nog? En dat wordt lastig. En toen hebben we besloten van, ja, we moeten weg. Ja. Want dan moet je er letterlijk overheen stappen en naar een volgende. Ja, en als je dan iemand hoort huilen in zo'n ruimte, ja, dat doet wat mee. Ja. Dan gaat geen mens daar overheen. Nee. Ja. Maar dat moet. En gelukkig is dit verhaal dan nog een soort met van goed afgesloten. Want toen we naar beneden liepen, kwam er een groep soldaten waarbij de kapitein de vader was. Of de zoon was van die man die daar lag. Ja. En die zegt, wij gaan er wel in. Ja. En dat zou ik ook doen als het mijn vader geweest was. Ja. Ja. En dat is logisch. Ja. Ja, want weer Rina Molenaar, als jullie in een gebied zijn, ja, er zijn ook 1000 mensen die hulp nodig hebben. En je kunt er misschien maar een paar helpen. Ja, dat klopt. Ja. Maar je kan je wel aan die ene vastklampen. En die ene kan soms ook weer een heel effect op zijn of haar omgeving hebben. Dus ik probeer altijd wel de sprankeltjes hoop te zien. En die zie ik ook. Daar hoef je niet heel, heel ingewikkeld over te doen. Maar het is wel heftig. Ik ben net terug uit Ethiopië. En daar heb ik op de vuilnisbelt gelopen. Met collega's van partnerorganisaties zeiden van, wij komen hier eigenlijk ook niet. En daar zie je ook gewoon honderden mensen op een manier leven die gewoon mensonwaardig is. Maar goed, dan kom je toch weer één jonge man tegen, Jimmy, die dan vertelt van, ja, ik heb hier gewoond, maar ik ben nu uit deze omgeving, maar elke dag na mijn schooldag, hij was docent op een doverschool, ga ik in deze kamer, liet hij ook zien aan de rand van de vuilnisbelt, ging die kinderen huiswerkbegeleiding geven. Dus dat zijn dan wel de verhalen waar je aan vastklampt. Ja. Mooi, hè? Ja. Want het is nu ook 6 weken geleden, dus denk je er dan nog dagelijks aan? Nee, dat niet. Dit zijn de momenten. Nee, dat gaat ook gewoon door. En, ik volg het nieuws ook niet dat ik niet bewust volg, maar mensen zeggen, er zijn nu overstromingen, dan weet ik dan ook eigenlijk. Krijg je geen nazorg ook? Ja, zeker wel. Toevallig belde vandaag de psycholoog nog en die vroeg ook hoe gaat het? En toen zei ik, ik heb misschien nog wel meer last van het hele verhuizing dan van het Turkije. Maar dat zijn momenten in je leven die je niet vergeet. Maar dat is dan dat zit in je rugzak, ja. Zullen we een kijkersvraag doen? Ja, ik zat net inderdaad te kijken. Was het niet gevaarlijk om door een rampgebied te rijden? Ja, wel. Ja? Wegen waren kapot? Ja, dat en alles stond scheef. En we zeiden ook, als we hier in Nederland waren, dan was het waarschijnlijk heel groot opgeslagen. Heel veel brandweer, politie, alles werd afgezet. En nu dachten we met z'n allen, nou, als we nou een sprintje trekken, dan lukt het denk ik wel. Ja, dus dat was het, dat was inderdaad gevaarlijk. Maar dat denk je op het moment ook niet zo heel erg bij na. En de eerste keer dat ik daaraan dacht dat het gevaarlijk was, was toen ik terugkwam, dat mijn dochtertje zei, dat ze me miste. Toen zei ik, ja, maar je weet toch dat het was toch goed? Want de Heere God was bij jou en je was veilig. En toen zei ze, ja, maar ik wist niet of u veilig was. Toen dacht ik, ja, dit heb wel een hele andere uitwerking. Dus dat heb je vaak zelf niet door als je bezig bent. Nee. Wat was uw eerste reactie toen u een hele tijd niemand vond, bijvoorbeeld? Werd u niet moedeloos? Dat was natuurlijk na een dag of 5. Dan weet je ook, komen steeds minder mensen naar je toe, naar je groep, om te zeggen van, joh, ik heb nog iemand gevonden of wat dan ook. En dan weet je eigenlijk ook gewoon, ja, de mensen die nu nog gevonden worden, die hebben heel veel geluk doordat ze bijvoorbeeld bij drinkwater zitten of echt in een holle ruimte zitten. Maar je weet ook gewoon, de mensen, die gaan langzaam sterven die. Want zelf ook, vanaf een uur of 7 s'avonds wordt het heel erg koud. En om 's nachts werd ik wakker van de kou. Als je dan om 2 uur 's nachts wakker wordt. Dus die mensen daar, zat ik in een dikke slaapzak. En hun hebben helemaal niks. Ja. Ik heb eten, ik heb drinken en hun niet. Ja. Dus je weet gewoon, de tijd dringt. Ja. Dus daarom was het ook fijn dat we zo snel mogelijk vanuit Nederland die kant op konden gaan. Ja. Dat we in ieder geval die 12 toch nog hebben kunnen redden. Ja. 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 Tot slot, je hebt 3 uitzendingen gehad van USA. Ja. Nepal, Haiti en Turkije. Nu Turkije, ja.
Blijft er eentje het meest bij of alle drie toch weer op hun eigen manier? Allemaal op zijn eigen manier. Haiti dacht ik, dit overtreft niks meer. Maar yeah. Turkije heeft het dan toch weer overtroffen. Yeah. En dat komt denk ik ook omdat Turkije is natuurlijk democratisch en ook echt wel verwesterd. Yeah. Dat je toch wel ziet dat het een land is wat heel dichtbij jezelf komt. Yeah. En daar raakt het je denk ik nog meer. Haiti is bijvoorbeeld ook, dat is een heel arm land. Ja, zeker. En het is heel raar, maar dat zie je op tv, zie je al armere mensen. En die hebben dan nog minder. Dat is heel erg sneu. Heel erg. Maar je kan het als westerling wat meer een plekje geven. En dit kwam zo dichtbij, omdat die mensen leven hetzelfde als wij. Ja. En dat ja. Dat. Ja. Ja, nee. Nou, dankjewel. Ook dat je vanavond hier weer je verhaal wilde komen vertellen. Ja, graag gedaan.